Vraag op straat. Ik ga vandaag de straat op om de mensen te vragen of dat ze hun kerstboom al hebben staan. Nee, nog niet. Nee. En wanneer komt hij? Na Sinterklaas pas. Kerstboom hebben we helaas nog niet staan. Nee. En wanneer komt hij? Meestal na Sinterklaas. Nee, Sinterklaas eerst, hè? Nee, dat hebben wij nog niet. Wij vieren Sinterklaas thuis. Dus eerst Sinterklaas en daarna kerst. Nee, absoluut niet. Nee, ik wil niet zo heel vroeg de kerstboom zetten. En wanneer komt hij er te staan? Nou, dat is een beetje apart, want mijn moeder is Deens, dus wij vieren altijd Scandinavisch kerstfeest. En de Denen die zetten de kerstboom pas in huis de dag voor eerste kerstdag. Dus bij ons is dat echt heel erg laat en ik wil me een beetje in die traditie vasthouden. Nee, eerst Sinterklaas en dan de kerstboom. Nee. En waarom niet? Nou, eerst Sinterklaas hè? En dan de kerstboom. Nee hoor, ik heb al jaren geen kerstboom meer. Helemaal niet? Nee, ik ben over het algemeen in Afrika in de winter. En nu dit jaar ben ik door omstandigheden thuis. En ik heb nu een hele mooie berkentak. Daar hang ik lichtjes in en dat is het. Nee, nog niet. Dat doen we altijd pas na Sinterklaas. Nee, nog niet. En waarom niet? Het is nog veel te vroeg. En wanneer komt die? Als het koud begint te worden. Oh, het is al koud hoor. En de sneeuwvlokjes die komen naar beneden toe. Oh. Dus een week voor de kerst. Nee, nog niet dit jaar. Of afgelopen jaar wel al op 5 november. Okay, wanneer komt hij? Wel snel. Ik denk net na Sinterklaas. Of, nou, ben je gek zeg. Natuurlijk niet. Ik zag er vorige week ergens eens aan. Denk, nou, die zijn helemaal gek. En wanneer komt hij dan? Nou, 2 weken voor kerst hooguit. Ja, als we terugkomen van Rome. We gaan volgende week naar Rome. Als we daarna terugkomen, dan zal de boom wel komen. Okay. Ja. En gaat u dit jaar kerstkaarten versturen via de post? Voor het eerst ga ik ze dit jaar niet sturen. Ik heb ze elk jaar altijd gedaan, maar ik denk nou zoiets van, volgens mij hou ik er mee op. Ik vind het leuker om af en toe dan mensen te bellen en of ze nieuwjaar te wensen gewoon, als ik ze zie of aan de telefoon. Vast wel een paar, maar niet heel veel hoor. Ja, dat denk ik wel, ja. Want ik vind het een kaartje, dat is altijd toch anders dan een mailtje met een kaartje erbij. Dat vind ik leuker. Ja, dat blijf ik nog steeds doen. Dat vind ik nog steeds het leukste. In de post. Ik maak ze altijd zelf, dus dat vind ik leuk. Alleen moet ik eigenlijk nu al beginnen, maar komt nog wel. Nee, wij versturen wel kaarten via post, maar meestal alleen naar familie. Dus ja, familie, vrienden, meestal dichtbij zeg maar en verder niet.